Hallo, jongens en meisjes. Weten jullie nog van gisteren? Dat was me toch een bende bij de veldmuis. Alles zat vol met stro. Boerin Willemijn was er niet zo blij mee. Maar gelukkig is ze een lieve boerin en ze geeft hem toch nog een kans. Klusjes genoeg op de zorgboerderij. Ze gaat met Jana bespreken wat Leerpiet dan wel zou kunnen. Zouden er nog klusjes voor hem zijn die hij wel netjes af kan maken? Nou ja, laten we maar snel gaan kijken. Nou ja, die paardenborstelen, dat was ook niks, hè? Nee, dat is niet echt een klusje voor Leerpiet. Nee. Ik zie wel dat er ontzettend hard gewerkt wordt hier door allerlei mensen. Er moet toch wel iets anders zijn wat Leerpiet zou kunnen doen. Ik bedoel, iets wat hij wel hopelijk kan. Ja, we zijn hier een mooie hoek aan het maken voor de houtgroep. Ja? Dennis is er hard aan het werk. Ik denk dat hij Leerpiet wel aan het werken zit. Misschien dat wat voor hem is. Hey Dennis, jij kan Leerpiet wel iets leren? Ja. Ja? Ja. Dat zou fantastisch zijn, ja, Leerpiet. Ja, ik wil het wel leren allemaal. Ja? Ja. Zullen we samen gaan kijken dan? Nee, niet kijken. Nee, niet kijken. Nee, luisteren en opletten. Ja, eerst luisteren en dan doen. Ja, als je iets wil, als je ondernemer wil worden, dan moet je wel even aan de bak. Ja, Diana. Dan moet je wat doen en werken en laten zien dat je je best doet. Ja, Diana. Ja, nee. Oké. Okay. Neem jij Piet maar mee, Dennis. Kom maar, laat maar zien wat ik moet doen. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Ja. Die. Huisje maken. Moet daar een huisje van maken? Ja. Dat is heel makkelijk. Zo, dit. Zo, dat is één huisje. En dat zijn twee huisjes. Zo, twee huisjes. Zo. Dat wordt een flatgebouw. Die, en dan? Ja, eerste kant. Die? Deze? Die? Ja? Ja. En dan? Dan zijn we zo. En moet ik dat dan vasthouden zo? En zijn we zo? Ja, ik hou hem vast. Hou hem zo. Ja. Blijven. Ik hou hem vast. Kijk, ja. Dat moet je me echt even voordoen. Even kort. Het nog zijn. Ja. Even kort. Ja. Kijkjes. Pijp moet ik maken. Laat mij maar eens zien hoe dat moet dan. Ik denk dat dit ook een soort, kijk dan, dit noemt hij Piet een huisje. Dit is een huisje. Zet hem anders maar aan het verven. Dennis heeft hem keurig uitgelegd hoe hij een vogelhuisje moet maken. Maar Piet is weer ongeduldig. Dan maar helpen met het schilderen van de muur. Eén hulpboer kijkt lachend toe. De hulpboeren hebben er niet zoveel vertrouwen in. Volgens mij staat deze hulpboer hem zelfs een beetje uit te lachen. Okay. Ik weet het niet hoor. Ik ben heel bang dat dit ook niet echt gaat worden, Emmy. Ik hoop dat er... Nou, er is zoveel werk. Ik hoop echt dat er een klus bij zit wat Leerpiet wel kan. Ja, het wordt nu echt wel spannend. Piet is eigenlijk nog veel te speels. En hij verzint steeds grapjes en gekke dingen. Maar toch wil hij echt wel graag aan het werk. Maar hoe moet dat nou? Hij wil alles leren, maar hij maakt overal een puinhoop van. Gauw naar boerin Willemijn, die ook wel zag dat het schilderen niks voor hem was. Gelukkig heeft ze nog een mooi klusje voor hem. Nou Piet, dat weet ook niks, dat schilderen. Niet? Nou, het zit niet echt, je hebt het niet in je, maar ik heb nog wel een ander klusje voor je. Misschien dat dat wat wordt. Nou, laten we dat proberen. Kan Piet hier wel uitleggen? Ja. Ja? Gaan we kijken, hè. Dat is ook Piet. Ja, hoi. Hey. Piet. En wat gaan we hier doen? Wil jij Piet uitleggen wat jij hier aan het doen bent? Dan kan hij je helpen. Wat zei je? Ik verstond je niet. Wat ben je aan het doen hier? Nee, opstapelen. Hout opstapelen?
Kijk, dat is voordoen van mij. Dat ik ook weet wat ik moet doen. Ja. En met één hand? Ja. Oké. Okay. Nou, dat is makkelijk, hè? Dat kent iedereen. Dat is makkelijk dit, hoor. Nou, ik denk dat hier dat Sinterklaas toch wel erg trots op me is als hij ziet dat ik dit allemaal aan het doen ben. Ik maak daar ook een stapel, hè. Deze al zo hoog. Gewoon even zo. Dit gaat wel hartstikke goed, vind ik. Wat vind jij daarvan? Huppatee. Nou, dat gaat... Wacht eens even. Dit gaat maar veel te langzaam. Ik heb een idee. Dit gaat veel sneller. Dan heb ik niet één houtje, maar een hele zak. En als ik dat opstapel, dan ben ik lekker sneller klaar. Huppatee. Dat lijkt me wel makkelijk. En die zakken die zijn al verpakt. Die kun je niet zo op de grond gooien, Piet. Oh. Ja, helemaal goed. Vind je dat goed? Het is toch een bende? We hebben hier een stapel, niet daar een stapel. Dat leek me wel makkelijk. En die zakken die zijn al verpakt, die kun je niet zo op de grond gooien, Piet. Oh, ja, ik denk dan ben ik sneller klaar. Nou, dit wordt weer niks hoor. Het wordt ook niks. Nee, het wordt niks. Je bent leer, Piet, maar je leert niet zo goed hoor. Ja, die Sinterklaas zal wel trots op me zijn. Maar... Nou. Ik weet het niet hoor. Ik ben heel bang dat dit ook niet echt gaat worden, Emmy. Ik weet het ook niet, Diana. Wat een puinhoop maakt Piet ervan. Ik kan begrijpen dat je een beetje de moed verliest. Jij zou Leerpiet een beetje in de gaten houden, maar dat valt dus nog niet mee. Hij weet van alles te verzinnen en daardoor mislukken zijn klussen steeds. Zelfs het hout stapelen is te moeilijk voor hem. Ja, laten we maar gauw gaan, Leerpiet, want poeh, ik ben echt bek af. Ik voel, wat word je daar moe van, zeg? Ja. Een dagje met Leerpiet op pad. Emmy, ik ben echt gesloopt. Ik moet nu echt naar bed. Wat hebben we toch een drukke dag gehad. Ja, druk met Leerpiet vooral. Nou, ik hoop echt dat we bij de bakker betere klusjes kunnen doen en bedenken voor hem. Want ik weet het niet, maar ik ga nu echt naar bed. Oh, wel te rusten. Poeh, eerst naar huis. En dan naar bed. Oh. Nou, dat kan ik geloven. Een dag met Leerpiet is echt vermoeiend. Nou maar hopen dat het bij bakker Ru morgen beter gaat. Misschien is een snoepjesfabriek dan toch meer geschikt voor Leerpiet. Welterusten Diana en Piet. En voor jullie kinderen, lekker slapen en morgen weer kijken. Daar wordt aan de deur geklopt. Zwarte Piet of Sinterklaas zelf, ja wie kent hem niet? Oh, wie klopt daar? Er zijn...